Maar toen kwam Agen Mouchkroen en vooral een Senegalees met rugnummer 99. Kalilou Fadiga is de naam en dit heerlijke paasje was de apotheose van zijn hele sterke wedstrijd. Een dik uur eerder was dit Fadiga's eerste echte actie. Agent krijgt een vrije trap, Fadiga wil die trappen, maar Koto pest hem een beetje door de bal mee te nemen. Het duet met de scheidsrechter dat hierop volgt is hilarisch. Vanaf dat moment heeft Fadiga de scheidsrechter in zijn macht en het Ottenstadion in de ban. Scheidsrechter in zijn macht, dat zien we hier. Deze duw kost iedere normale sterveling geel. Maar ook de ref heeft door dat Fadiga gisteren niet in dat rijtje gewone stervelingen thuis hoorde. En dus komt hij er hier, net als Dugardijn trouwens, zonder kaart vanaf. Maar voor het overige was het enkel en alleen genieten geblazen. U krijgt een kleine bloemlezing. Fadiga's zoontje in de tribune kan fier zijn. Voor een echte test is het wachten op tegenstanders van een hoger niveau dan het zwakke Mouchkroen van gisteren. Maar zijn applausvervanging was alvast meer dan terecht.